Het wordt tijd dat traditionele huwelijken bij inheemse en Maron-gemeenschappen worden erkend, zei ABBA-parlementariër Genevieve Jordan gisteren in de Nationale Assemblée. De behoefte aan huwelijksambtenaren voor deze doelgroep om traditionele huwelijken te registreren in het bevolkingsregister is groot. Jordan zegt dat tot op heden de Marons en inheemse dergelijke huwelijksambtenaren niet kennen. Daarom pleit ze ervoor dat in het nieuw burgerlijk wetboek de erkenning van traditionele huwelijken en de functie van huwelijksambtenaren die de traditionele huwelijken moeten inzegenen, worden vastgesteld. Voorzitter, ik vraag met nadruk de nodige aandacht voor dit vraagstuk. De benoeming van huwelijksambtenaren die speciaal belast worden met de inzegening van traditionele huwelijken die zich voltrekken bij de Marons in het bijzonder en dat deze traditionele huwelijken bij wet worden erkend en dezelfde status krijgen als het burgerlijk huwelijk en het godsdienstig of religieus huwelijk, voorzitter. Verder haalde Jordan aan dat er ook bepalingen opgenomen moeten worden in het nieuw burgerlijk wetboek over voorhuwelijksvermogen. Dit omdat bij het trouwen onder gemeenschap van goederen de schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt door één persoon binnen het huwelijk samensmelten tot één vermogen. En dat dit voorhuwelijksvermogen wordt uitgesloten van algehele gemeenschap van goederen dient in overweging te worden genomen en grondig te worden bestudeerd, voorzitter. Zo moet besproken worden of de reikwijdte van de wettelijke of algehele gemeenschap van goederen moet worden beperkt met bedoeling om het voorhuwelijksvermogen niet meer te laten vallen onder de algehele gemeenschap van goederen. Jordan haalde ook aan dat er wetgeving moet komen voor mensen die in concubinaatschap leven.